dit moment. Dan leg je leven bloot voor die chockerende, bevrijdende liefde van God. Weet je wie dat ook deed? Ik ga vanavond een paar Bijbelse voorbeelden noemen. Weet je wie dat ook deed? Zich helemaal overgaf aan die liefde van God. Rahab. Rahab, jawel, de hoer. In Hebreeën 11 wordt ze door God met naam en ook met die smerige toenaam nota bene gezet in die stralende rij van geloofsgetuigen. Ja, ze staat naast Jozef. Jozef die de zonde waar Rahab haar reputatie aan dankte met een krachtig geloof had weerstaan. Ik dacht als ze beiden bij ons in de straat zouden wonen, zou er maar één van die twee in ons straatje passen. Jozef. Wat een voorbeeldige, godvrezende jonge man. Niet zo vreemd dat God hem zegende, toch? Zo'n lieve, meelevende, jonge, ideale schoonzoon. Maar met dat mens in de straat, met die korte rokken en die strakke truitjes, die het met Jan en alle man doet, je zoon zal ermee thuiskomen, zeg. Oh, wacht even, zegt God. Rahab de hoer mag bij mij thuiskomen. Hè? Ja hoor. Echt niet. Allergische reactie. Onveilig. Onfatsoenlijk. Kan niet. Zo is God niet. Daar moet een verklaarbare reden voor zijn natuurlijk. Ja, als je een vrouw mensje bent die de liefde van God denkt te moeten verdienen door je keurige visie op goed en slecht, weet je wel. Ja, dan wil je die irritatie die tekst oproept direct wegpoetsen. Ja, dan maak je van het bordeel van Rahab een geriefelijk pension waar 3 keer op een dag Bijbelstudie werd gedaan. God en Rahab, Rahab de hoer, gauw een kleedje erover. Kleedje van mijn voorwaardelijke burgerlijke liefde, gelukkig, dan klopt het weer. Dan begrijpen we God weer. Dan kan je weer opgelucht ademhalen, want. Als ik Rahab vromer maak dan ze was, hè, maak ik met de daad Gods liefde platvloers en goedkoop. En Gods liefde is alles behalve dat. Wil je een voorbeeld van mijn onvoorwaardelijke, vergevende en gevende liefde die niets terugvraagt, zegt God. En wil je ook een voorbeeld van wat mijn onvoorwaardelijke liefde uitwerkt in een mensleven? Kijk dan niet op die hoer neer. Kijk naar haar op. Zie je ze staan. Door het geloof is zij niet omgekomen. Ja, we kennen dat overbekende verhaal toch? Maar vraag je eens goed af of je het echt goed kent. Hoe goed je God erin kent en zijn liefde. God komt met die straf naar Jericho. Zijn oordeel, zijn toren gaat over die goddeloze stad. En je denkt, ja, daar hebben ze om gevraagd, stel het je heideren. Rechtvaardig oordeel van God, logisch. Ze hebben zijn toren verdiend. Is toch te begrijpen? God ziet geen zonde door de vingers om. En als het op dat moment dan aanbreekt, hè, dat die 7e ronde gedaan en gegaan is, gaat geheel volgens verwachting die stad in puin. Althans de muren. Maar terwijl ik erbij sta te kijken, hè, En ik zie dat die stofwolken langzaam wegtrekken. Dan wordt het zo onbegrijpelijk wat ik dan met eigen ogen zie. Dan beneemt Gods onvoorwaardelijke, weergaloze liefde mij de adem
Want wat laat God overeind staan? Het religieuze kapelletje. Het bordeel. Zo is God. Ja, wacht even, zegt iemand. God heeft dat toch niet gedaan bij Rahab, omdat hij Rahab zonde goedkeurde, toch? Nee, natuurlijk niet. Geen goedkope liefde, hoe zou ik het durven denken vanavond? Maar God ziet in zijn heilige liefde geen zonde door de vingers, maar ook geen zondaar over het hoofd. Dat bordeel van Rahab staat alleen nog maar overeind omdat Rahab haar vuile was uit het raam hing. Dat rode koord, weet je wel. En daar worden vaak de meest wonderlijke exegeses op losgelaten, omdat men graag bij het bloed van de Heer Jezus wil uitkomen. Nou, dat laatste verlangen, daar zouden we de Bijbel wel meer mee mogen lezen. Maar dat rode koord, in het Hebreeuwse woord zit het woord teken. Dat rode koord was zeer waarschijnlijk het uithangbord van het bordeel. Het rode lampje. Dat haalt ze weg aan de straatkant. Mannen die dag bij Rahab langskwamen, die dachten, kunnen niet naar binnen. Ze haalden dat rode koord aan de straatkant, aan de kant van de mensen weg. En toen, gauw wegstoppen, niet meer over praten, voortaan maar bloemen gaan verkopen. Doen alsof je geen zonde hebt gedaan en gekend. Nee, op Gods eigen woord, wat hij door die verspieders aan haar had doorgegeven, hangt ze haar vuile was in het venster van Gods genade. Weet je wel? Dat raampje waar God voorbij kwam. Want de ark van de verzoening ging voorop, hè? Bij de Israëlieten. Daar waar God met de ark van de verzoening voorbij kwam, hangt ze haar rode koordje van haar verlopen leven boven het rood bevlekte verzoendeksel van de ark. En God spaart haar. Zo spaart hij haar. Dat is Gods liefde. Vergevende liefde. Niet goedkoop, maar vanwege het bloed.